Zaterdag 11 mei gaf de VVD het startschot voor de Europese campagne in 's-Hertogenbosch. Om 11:30 spraken VVD-leider Mark Rutte en lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Hans van Balen op de Floraliën in de Brabanthallen. Heel bijzonder om dat vandaag te doen hier op deze plek, de Floraliën. Deze expositie, deze beurs, behoort tot de grootste van de wereld. Is nu voor het eerst ook hier in Nederland. En laat ook zien dat we in Nederland voorop lopen waar het gaat om landbouwproducten, tuinbouwproducten, bloemen, sierteelt, al dat soort zaken. Fantastisch dat het hier plaatsvindt. En Hans en ik staan hier op kunstgras, waar over een paar maanden de wereldkampioenschappen voetbal op zullen plaatsvinden in Brazilië. Ik weet niet of precies dit stukje is, maar denk het wel. En dat laat zien dat deze plek, dat Nederland voorop loopt als het gaat om nieuwe ontwikkelingen, om handel, om export. Daar zijn wij vreselijk goed in. Meneer Rutte, is dit de ultieme lijsttrekker? Absoluut. Dit is de ultieme stemmentrekker. Kijk eens waar die op zit. Fantastisch. En hier in de hoofdstad van Brabant? Jazeker. Hoe belangrijk is deze aftrap hier in de Brabanthal? Heel belangrijk. Brabant gaat op dit moment voor in het economisch herstel in Nederland. De banenmachine begint hier weer voorzichtig op gang te komen. Dat is een voorteken voor de rest van het land. De economie begint hier te herstellen. En ik ken Den Bosch, ik heb hier gewerkt, dus ik vond het erg leuk dat we hier de aftrap doen. Waarom wordt het de eurosceptici zo makkelijk gemaakt om voorbeelden aan te dragen waarom we eigenlijk die hele EU maar niet moeten willen hebben? Ja, ik draag liever ook de voorbeelden aan. Ten eerste wat we doen om de EU zich veel meer te laten richten op waar de EU ook echt waarde kan toevoegen. En dat is wat mij betreft banen, de gemeenschappelijke markt. Hoe zorg je voor meer welvaart in Europa? Dan heeft voor een land als exportland als Nederland Europa enorme meerwaarde. Tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat waar Europa in de weg zit, dat Europa daar niet meer in de weg zit en dat Europa daar juist waarde toevoegt. En wat is dan het sterke karakter wat de VVD hierin kan uitstralen? Kijk, wij zijn natuurlijk een partij die de economie snapt. Wij begrijpen iets van ondernemerschap. Wij snappen iets van hoe je banen creëert. De overheid creëert geen banen. Dat doen bedrijven, dat doen ondernemers. Die moet je ook een beetje het prettig maken om een bedrijf te starten, om daar succesvol te zijn. En dat kan alleen als je ook de randvoorwaarden daarvoor creëert. Bijvoorbeeld dat een exportland als Nederland zijn producten makkelijk kwijt kan aan andere landen. Daar draagt Europa aan bij dat je met een groot land als Amerika een vrijhandelsverdrag afsluit. Nog één vraag, geen betrekking op de Europese verkiezingen. Maar Den Bosch is een stad, die hebben de gemeenteverkiezingen aan het einde van het jaar. Die zitten nu nog met een zware VVD-delegatie. Wat gaat u daaraan doen om dat te behouden? Want natuurlijk de landelijke trend na de laatste gemeenteraadsverkiezingen landelijk geeft toch een niet zo'n fris beeld. Ja, de landelijke trend is overigens de laatste weken weer een stuk positiever voor de VVD. Dus als we die zo doortrekken, dan kunnen we nog wel eens eindigen boven de uitslag van vorige keer in Den Bosch. En ik ga daar zeker mijn bijdrage aan. Je bent er optimistisch in? Ik ben optimistisch. En hier zit ook een sterke VVD. Dus ik heb veel vertrouwen in mijn collega's hier. En zie er ook erg naar uit om met ze te gaan een campagne voeren. Oké, okay, succes. Beter, dank. Hey, ik zei toen straks tegen meneer Rutte, je hebt hier nog 6 maanden campagne te voeren. Ja, dat hebben we. Om die 7 zetels te bewaken? Om die 5 zetels, de vorige keer hadden we de 5 te bewaken, maar om die 7 zetels te realiseren, ja. En ik zag hem meteen schakelen, dat deed ook meneer Van Balen. Is wel prettig natuurlijk dat de VVD, uw partij, zo groot hier uitpakt. Het is hartstikke mooi en daar zijn we ook hartstikke trots op als afdeling dat ze juist hier 's-Hertogenbosch hebben gekozen. De stad waar het altijd goed gaat, de meest gasvrije stad, dat ze dit kiezen om de campagne af te trappen. En de vorige keer dat ze het gedaan hadden, dat was bij de Tweede Kamerverkiezingen. Toen stonden ze bij Hotel Centraal op te trappen, Mark Rutte. Daar heeft ze geen windeieren gelegd, toen waren ze de grootste. Nee, want we kunnen eerlijk zijn, van oudsher is dit de Brabanthallen een boerenbolwerk. Hoe thuis voelen ze zich hier? Een beetje vreemde eenden in de bijt, het is toch wat meer een CDA-omgeving? Luister, CDA, boeren zijn ook ondernemers en ondernemers horen bij de VVD. Hey, succes met de partijleider. Dank je. De verkiezingen worden in Nederland op 22 mei gehouden.